Hi, welkom bij Ondernemen met Impact. Leiderschapslessen van de ondernemer met een missie. Door de coronacrisis moeten we massaal thuiswerken. We willen tenslotte onze kwetsbaren niet besmetten en onze business moet gewoon door blijven draaien. Maar hoe doe je dat dan eigenlijk thuiswerken? Hoe blijf je in het ritme? En hoe zorg je ervoor dat je contact met je teamleden niet verliest? Dat je op een normale manier kan blijven doorwerken? Best lastig. Mijn naam is Arco van Brakel en vandaag heb ik 5 tips voor je om effectiever thuis te werken. En het leuke is, als je straks weer gewoon naar kantoor kunt, heb je er ook nog een keertje wat aan. Tip 1. Zorg voor duidelijke vaste ritmes en voorkom willekeur. Zorg bijvoorbeeld ervoor dat je op een vast tijdstip je werkoverleg hebt. En maak een ritme voor sales meetings, voor marketing meetings, voor financiële meetings. Maar ook voor evaluaties, zodat mensen ruimte hebben om hun klachten en problemen te delen, zodat je wekelijks verbeteringen kunt doorvoeren. Erg belangrijk. Tip 2. Bewaak ook je eigen ritme zo goed mogelijk. Kom op tijd uit bed en begin op tijd met je werk. Maar zorg ook voor voldoende pauzes. Neem op tijd rust en stop op tijd met werken. Want anders ga je veel te veel werken, wat ook niet gezond is. Het risico dat je te veel werkt, te veel zit en te lang doorgaat als je thuis werkt, is bijzonder groot. Zorg dus voor dat je voldoende beweegt. Zeker nu de sportscholen dicht zijn vanwege het coronavirus. Zit is het nieuwe roken. Let erop. Tip 3 komt uit de zelforganisatie. Zorg voor hele duidelijke rollen en taken. En dat is wat anders dan functies. Het gaat erom dat iedereen precies weet wie wat doet. Maak er ook outputafspraken over, want dan wordt het makkelijker om de discipline erin te houden, ook als je elkaar wat minder vaak ziet. Tip 4. Maak hele duidelijke afspraken over de besluitvorming. Juist als je elkaar minder vaak ziet, is het belangrijk om je te realiseren dat je besluiten moet nemen op basis van consent. Dit kunnen we leren uit de Semco-stijl. Dat betekent dat je besluiten neemt bij afwezigheid van een zwaarwegend tegenbezwaar. Maar spreek dan af dat je altijd het recht hebt om op zo'n besluit terug te komen als je er achteraf toch een slecht gevoel over hebt. De reden daarvoor is heel simpel. Mensen die niet gewend zijn om thuis te werken, zijn ook niet gewend om precies datgene te kunnen zeggen wat ze willen op zo'n moment. En denken dan achteraf pas van, hé, dat had ik ook moeten zeggen. Dat moet je zeer serieus nemen, maak daar dus ruimte voor. De 5e tip. Zorg ervoor dat alles bespreekbaar is en dat iedereen zich veilig voelt om altijd zijn mening te geven over alles. Dat kan soms leiden tot tragere besluitvorming. Het lijkt soms dat er gekibbel ontstaat om niets. Maar het hele interessante en misschien wel magische van deze manier van werken is dat als je met elkaar in staat bent te kibbelen over de kleine dingen, je juist ook beter in staat bent om over de grote besluiten makkelijker een beslissing te nemen. En dat is precies wat belangrijk is bij thuiswerken. Ik wens je heel veel succes met het thuiswerken. Blijf gezond, zorg goed voor elkaar en wees vooral voorbereid voor als de crisis weer over is, dat we in de startblokken staan om de economie weer een duwtje te geven. Want ook dat is ondernemen met impact.